Waar staan Belgische bedrijven vandaag in de context van Industrie 4.0? Verloopt de transformatie tot Factory of the Future snel genoeg? En waar liggen de grootste groeikansen voor ondernemingen in ons land? Om dat te weten te komen, maken we de balans op met vier experten. Geert Jacobs en Ben van Rozen van Agoria en Tim Leijs en Sven Arnouts van Delaware. Het was ook een beetje een antwoord. Industrie 4.0 was ook een stuk antwoord op de uitdaging die we hadden in onze regio's en onze westerse landen. Met betrekking tot de competitiviteit. Hoe gaan wij productiever gaan omgaan? Hoe gaan wij onze volumes verhogen, manier van spreken met dezelfde mensen en dergelijke. Ja. Dus dat was toch ook wel een groot stuk. Dat klopt. Dat is ook de insteek die wij heel vaak zien bij onze klanten. Dat eigenlijk vooral voor de efficiëntie te verhogen, dat ze kijken naar innovaties. Ja, ik denk gewoon even nog. Ter duiding, wat dat wij zien bij bedrijven als we starten, Industrie 4.0, of die term gebruiken we bijna nooit. Technologie gebaseerd, spreken we eigenlijk pas als vierde uit. Wij starten altijd vanuit mensen, wat dat we kunnen doen voor mensen. Slimme processen, eerste basis, get your basics right. Zorgen dat de slimme processen gedigitaliseerd worden, die mensen ondersteunend zijn. Ook weer daar zijn er nieuwe technologieën die daaronder vallen. AI, VR, alles wat je wilt, die mensen kunnen ondersteunen. En dan komt pas het technologische luik, maar in technologie spreken we eerder. Welke visie hebben die KMO's, die grote bedrijven, op technologie? En we gaan niet in één bepaalde richting duwen. We gaan zeggen, welke technologie zijn voor u van toepassing? En dan gaan we daarop inspelen. En liefst als het kan, over de value chain, dat noemen ze dan horizontale en verticale integratie. Liefst zo ver mogelijk naar de klant en liefst zo dicht mogelijk bij uw leveranciers. En daar gaat het een beetje om. En dat dat logische eerste stappen zijn die je beschrijft, dat is ook wat we nu zagen met corona, dat eigenlijk stap 1 was, hoe kunnen we de mensen digitaal online van thuis laten samenwerken? Hoe kunnen we de menselijke interacties eigenlijk verminderen om pas dan naar echte optimalisatie te gaan? Een stukje grote uitdaging is ook, denk ik, dat je Industrie 4.0 niet als een soort monster mocht zien, maar dat je dat eigenlijk als iets moet zien dat een oplossing is. En veel bedrijven zeggen, help mij, hoe kan ik daarmee aan de slag? En dat je dat eigenlijk moet kunnen inslagen om dat in een stuk behapbare zaken te maken. En één daarvan is dus inderdaad starten met wat is mijn visie langer termijn, wat wil ik staan en wat is mijn strategie daarom? En dat je dan probeert je mensen mee te krijgen. En dan kijken van, niet met beginnen met digitaliseren, heel belangrijk vooral duidelijkheid, maar niet beginnen met digitaliseren om te digitaliseren, maar daar te digitaliseren, daar wat het nodig is. Ik denk dat dat wel voor iedereen wel wat behapbaarder maakt en dat dat ook de grote uitdaging is van ons samen eigenlijk. Het digitaliseren op zich mag geen doel zijn. Ik denk dat je daar inderdaad een opdracht hebt. Als dat past binnen je strategie, is dat allemaal perfect. Maar op zich is dan de technologie er ondersteunend aan. En als je effectief die visie hebt van wij moeten verder digitaliseren als organisatie, gegeven onze sector die op dat ogenblik als snelheid is aan het winnen, dan ga je inderdaad ermee in debat worden meegetrokken. Enerzijds om mee bij te blijven, met je collega's uiteraard. Maar op dat ogenblik is dat niet omdat je op dat punt ineens daar best in klas moet in zijn of dat je daar Champions League niveau moet in spelen. Elke organisatie heeft er op zijn niveau absoluut heel wat kapstokken die ze vandaag al kunnen gebruiken. Zonder dat ze daar direct met de nieuwste, knapste technologieën van start moeten gaan. Het zit dan vaak in heel kleine elementen dat men al digitalisatie kan injecteren en dat men vandaar het verder kan opschalen, ieder op zijn eigen tempo, maar tenminste wel met een duidelijke visie. De huidige situatie binnen België kunnen wij zeggen vanuit het Factory of the Future programma dat wij in 7 jaar tijd 42 winnaars hebben gehaald die eigenlijk op 7 transformaties excelleren. Minstens 4 op 5 scoren. Ja. Die 42 bedrijven die investeren de afgelopen 5 jaar minstens 1,9 miljard euro in digitalisering en automatisering. En ook in deze crisis kunnen we duidelijk merken dat die bedrijven zijn blijven investeren. Dus die zijn niet blijven bij de pakken zitten. Die hebben doorgeïnvesteerd en die zeggen dit is maar een tijdelijk fenomeen. Wat we ook zien is die bedrijven doordat ze investeren in digitalisering, automatisering, maar ook in mensen, voornamelijk in mensen, investeren, dat die eigenlijk zijn blijven groeien, dat die productiviteitscijfers stijgen, dat de productieapparaat competitiever wordt en daardoor ook eigenlijk competitiever worden in de globale wereld. Ja, dat klopt. Dat is ook wat wij bij onze klanten zeker en vast terugzien. En vooral de grotere klanten. Dus we merken dat de KMO's, die zijn eigenlijk bezig aan een inhaalmanoeuvre, ondanks corona. Ze hebben dat misschien in het verleden een beetje
te veel laten liggen. En nu merken ze eigenlijk dat ze ook snelheid moeten maken en ze beginnen daar volop in te investeren. Maar dat is ook een beetje de uitdaging. Als wij volgens onze cijfers van de 2450 technologische marktbedrijven in België zijn er dan van een 30% aan de slag met transformaties. Want Industrie 4.0 laat ons ook wel zeggen, het is belangrijk dat je met de transformaties start. En 30% zijn de cijfers die we vaststellen, is toch wel niet zo veel eigenlijk. Ja, en ik denk inderdaad, als ik dan de cijfers hoor, 42 bedrijven die op de 7 assen excelleren, dan denk ik van en wat met al de rest? Want 42 is eigenlijk ook maar een druppel op een hete plaat, om het zo te zeggen. Ik denk dat we daar absoluut inspiratie en een voorbeeld kunnen uithalen van dit is hoe dat je het inderdaad kan doen. En dat zal voor heel veel bedrijven wel iets of wat opleveren. Maar je hebt daar een hele brede bedrijfs... bedrijfsstructuur, bedrijfsecosysteem, dat er op dat ogenblik inderdaad nog niet in zit. En ik denk dat daar vooral de opdracht is van hoe kunnen we die stukje meetrekken in debat. Het grote onderscheid tussen puur transformeren in functie van een technologie te gaan implementeren versus transformeren om effectief ook je mensen mee te krijgen, dat zien we inderdaad zelf ook. Ik denk dat de meeste bedrijven die we vandaag als klant binnen Delaware zien, zijn effectief organisaties die weten dat het niet enkel en alleen de technologie is, maar dat ook effectief de doelstelling is van, ik heb in de workforce die ik moet meekrijgen. Ik heb hier arbeiders, personeelsleden die ik effectief mee in een andere manier van werken moet krijgen. En daar gaat inderdaad net iets meer tijd over. Wat dat dan sommige bedrijven zeggen, daar heb ik nu niet de budgetten of de middelen voor. En anderen zeggen, jongens, ik ga dat doen omdat het eenmaal nodig is. En daar zit toch een klein beetje een spreidstand ontstaan tussen de voorlopers in het landschap en de volgers. Ja. Ik wil dat toch een kleine brug maken met corona toch ook wel, want omdat we nu spreken het belang van het investeren. Ja. Wat we zien, dat is dat veel bedrijven nu wel twijfelen in deze periode. Het is een beetje balanceren op een slappe koord. Ga ik sparen of ga ik investeren? En naar ons aanvoelen is het wel het momentum om te blijven investeren, als het enigszins mogelijk is. Omdat je ziet ook de bedrijven die er effectief goed mee aan de slag waren, dat die ook in deze tijden van crisis er ook wel die wendbaarheid hadden en toch een stukje die weerbaarheid hadden om ermee aan de slag te gaan. Natuurlijk had je ook de markt die een rol speelde. Als er geen vliegtuig meer vliegt en je zit toevallig in de vliegtuigsector, dan heb je iets dat je onoverkomelijk is, manier van spreken. Maar het voornaamste is toch wel om te kunnen blijven en te willen blijven investeren. En dat dat een hele cruciale is. En ik vind dat een heel interessante vaststelling. We zien het inderdaad ook zelf bij onze klanten, dat je enerzijds ondanks economische zeer uitdagende tijden, dat je net nu vooral die acceleratie begint te zien. Je zou net zeggen van mensen gaan nu zeker en vast geen uitgaven doen of geen zware investering doen, maar toch zie je inderdaad een heel groot deel van de markt zeggen van jongens, we gaan nu heel extreem, eigenlijk de tijd is rijp om net te gaan investeren. En daar zie je net inderdaad sommige bedrijven een hele voorsprong opnemen. Dus het klinkt raar, maar het is wel iets wat we in de praktijk zien. De prioriteit voor onze bedrijven is om continue transformatiemodus te geraken, om competitiever te zijn. Dat doe je eigenlijk niet alleen met technologie, maar het gaat voornamelijk over je mensen meekrijgen en daar proberen aan te werken dag per dag. Als we kijken naar België, of dat we nu goed of minder goed bezig zijn, dan merken we toch een aantal zaken. Ik denk dat we in België wel een klein beetje achterlopen ten opzichte van Nederland, puur op het technologische en de technologische insteek en mindset om te gaan innoveren. Maar dat we daar wel een goede basis hebben en dat de bedrijven het wel op de juiste en gestructureerde manier proberen te doen. Ik denk dat daar inderdaad ook een stukje moet mee worden rekening gehouden. Je had mindset aan en inderdaad, dan merken we, die mindset is daar essentieel. Want op zich, qua ingrediënten, hebben we allemaal exact dezelfde ingrediënten. We hebben een economie die goed draait, we hebben toegang tot goede mensen, goed geschoolde mensen, we hebben daar op dat ogenblik ook alle mogelijkheden qua technologie. Dus op zich zijn de ingrediënten allemaal aanwezig, maar het heeft vooral te maken met die mindset, waar we denk ik een stukje nog iets conservatiever zijn op dit moment. Binnen België, waar dat we wel zien dat we al een stukje zijn aan het opschalen, wat zijn aan het accelereren, maar we merken inderdaad nog wel een bepaalde terughoudendheid, denk het wel. Ik denk dat we het bruggetje maken eigenlijk. De twee cultuurverschillen, Nederland en België, dat is vrij duidelijk. Hè? Wij zijn iets conservatiever, maar wij gaan daarom niet slechter zijn. Als je een België in Nederland zet, dan gaan wij daar heel goede zaken doen. We werken nu ook in bepaalde projecten samen. Zij zijn misschien sneller in het gebruiken van bepaalde technologieën, het experimenteren. Maar Belgen gaan eerder kiezen voor wat bestaat er? Optimalisatie, state-of-the-art technologie. Die gaan de vraag leggen bij de nieuwe machinebouwer. Kijk, wij willen een nieuwe machine hebben voor onze productie. State-of-the-art bestaat nergens. Dat gaat je allemaal perfect terugvinden.
die gaan er wel geen grote show van bouwen. Dus ik denk die twee verhalen, we zijn zeker niet slechter dan een andere regio, we doen het wel op een andere manier. Inderdaad, wat Jan had, is terecht. We zijn niet het type van economie dat zegt van we moeten hier met het laatste nieuwe ding zelf gaan beginnen ontwikkelen, maar effectief ook gaan kijken van wat zijn dingen die al hun nut hebben bewezen. En laten we die al proberen inderdaad te gaan inzetten richting efficiëntiewinsten, scrap reduction, zorgen dat we een geautomatiseerdere lijn hebben. Dan kom je met heel wat leuke dingen eigenlijk al vandaag heel ver. En dat zien we ook bij een aantal van onze klanten die dat beginnen nadenken over het gebruik van sensoren op je machines, het inzetten van data-analyse, computervisie, dat soort van zaken, helpen om al die kleine efficiëntiewinsten, automatisaties te ondersteunen. En dan zit je inderdaad op een heel andere manier naar een organisatie te kijken, naar een landschap te kijken, waarvan we kunnen stellen van we zijn echt niet slecht bezig. We zitten zeker niet bij de top van West-Europa, maar we zijn echt niet slecht bezig. Ja. En dan denk ik dat we daar vooral ook moeten zien van hoe kunnen we daar samen zorgen dat we onze klanten, de brede Belgische economie, daar een stukje mee kunnen blijven accelereren, blijven inspireren. Om een stukje samen te vatten, Sven, ik denk dat we ook echt wel zien dat in België is innoveren heel vaak het combineren van een aantal zaken die bewezen zijn dat ze gaan werken. En ik denk dat we daar heel sterk in zijn om een aantal factoren die bewezen zijn te gaan gebruiken om dan echt nieuwe zaken te introduceren. Daar is er echt wel een beetje angst soms. Ja, ik denk dat het recht is. En toch denk ik dat wij op een aantal gebieden leading zijn, zelfs leidend zijn, zelfs Europees, zelfs wereldwijd, denk ik, dat we op een aantal domeinen wat combineren. En het innovatief zijn ook wel. Je hebt de link met textiel. Ja. Er zijn heel mooie voorbeelden van heel innovatief denken in het gebied van textielen. Anderzijds mogen we toch ook niet vergeten dat wij bijvoorbeeld, als we dan puur over assemblage kijken, we hebben toch wel een aantal prachtige projecten lopen, hier in het Gentse met Volvo Cars, maar met Volvo Trucks ook bijvoorbeeld, die toch wel binnen de groepen de grootste opdrachten toegewezen krijgen op elektrische voertuigen, met het verhaal in Audi, die toch binnen de mastodont van Audi erin slaagt in België, om het topproduct op dat moment bij hem te krijgen. En dat gaat ook wel omdat je toch wel innovatiever denkt dan de rest. De uitdaging in combinatie met productiever zijn in combinatie met de loonkost, lag daar zeker mee, en de randvoorwaarden, niet alleen de loonkost, lag daar zeker mee aan de basis. Dus ik denk dat we dat toch wel durven stellen. Ja, ik daar een voorbeeldje mag geven van toch meer KMO-size, dan zeg je voormalige Nutek, nu ST Engineering, satellietbouwer, 3 miljard mensen kunnen tv kijken daardoor. Zij maken een productvariatie van meer dan 400 satellietjes, werken voor NASA, zitten in de oorlogsgebieden, dat die mensen connectie hebben, connectiviteit hebben over de wereld. En eigenlijk de klanten vragen, NASA vraagt aan ST Engineering, hoe moeten wij ons product ontwikkelen? Dat betekent toch dat je een serieuze engineeringkennis moet hebben als je dat wilt doen. Dus qua innovativiteit, qua design, qua nabijheid, wordt er nu wat meer samengewerkt op die vlakken ook. En zo kan ik wel een goede 20-tal voorbeelden geven die daarmee te maken hebben. Ik denk dat het heel belangrijk is dat bedrijven stappen beginnen zetten. Maar die stappen moeten gezet worden met een duidelijke visie en een roadmap waar dat ze eigenlijk naartoe gaan, zodat ze kunnen bijdragen tot een ultieme doel. Eigenlijk de efficiëntie verbeteren en het bedrijf naar een volgend niveau brengen. Voor een aantal bedrijven volgens mij is het wel 5 na 12 voor een aantal. Vooral duidelijkheid, er zijn heel goede voorbeelden, maar ik denk dat op dit moment met de uitdagingen zoals ze nu vandaag zijn, ook met de competitieve positie waarin we staan in België, is het voor een aantal bedrijven wel het moment om te schakelen. Nou, ik denk dat ik ben kan bijtreden, sowieso 5 na 12 voor redelijk wat bedrijven, maar goede voorbeelden, als je kijkt naar een KMO Provan bijvoorbeeld, is al enkele jaren bezig met transformeren, productiviteitsverhogingen, zijn eigenlijk gestart vanuit een plaatsverwerker, bewerkend bedrijf. Zijn gaan differentiëren in strategie, verschillende markten gaan opzoeken in de afgelopen jaren. Hebben echt die 7 transformaties ingebed, operationeel, toch sneller proberen te werken. Zij gebruiken daarvoor Lean-methodologie, Quick Response Manufacturing, het QRM-verhaaltje. En dan zijn ze nu, de afgelopen jaren, gaan digitaliseren om die doorlooptijden tot aan hun klanten te verbeteren. Zij doen een co-design. Allemaal heel mooie voorbeelden die toch wel goed zijn. Een ander voorbeeldje dat ik ook wel wil meegeven, is dat zij
meer proberen te werken tussen die IT- en OT-omgeving. Dat ze meer die beide werelden dichter bij elkaar proberen te brengen. En dat kan zijn door samen te werken met een partner, perfect mogelijk, om die versnelling te maken. Maar het kan ook zijn dat ze daar één persoon de taak geven om een jaartje mee te lopen als productieverantwoordelijke, die eigenlijk een IT-achtergrond heeft, om dat te begrijpen. Andersom, net hetzelfde, iemand die OT-achtergrond heeft, die de IT probeert te vertalen. Dus als je die twee werelden dichter bij elkaar kan brengen, IT en OT, dan gaan we de volgende jaren wel die grotere acceleraties gaan zien. En dat is eigenlijk pas aan het beginpunt. Ja, dat is ook wat wij als Delaware, denk ik, wel een belangrijke rol spelen. We komen bij heel veel van die bedrijven. We merken dat heel veel van die bedrijven willen innoveren en vooruitgaan. Wij proberen ook bijvoorbeeld met het DAL20-concept, waarbij dat een aantal van onze klanten samenbrengen, om eigenlijk kostindustrie ook een aantal innovaties te delen. Hoe gaan zij daarmee om? Hoe pakken ze dat aan? En elk bedrijf kan eigenlijk zijn challenges of zijn uitdaging daar brengen. En de andere klanten kunnen dan stemmen op de goede ideeën of de zaken die ze graag gerealiseerd zouden zien. En op het moment dat dan het project of de innovatie gerealiseerd is, worden ook eigenlijk de conclusies komen terug naar die community. Ik denk inderdaad, DAL20 is een heel mooi voorbeeld van co-innovatie. Ik bedoel, daar ga je samen met een heel brede groep van bedrijven over alle sectoren, ga je eigenlijk samen op bepaalde problemen beginnen werken. En ik krijg heel leuke voorbeelden. Ik bedoel, een Bekaarte Slee dat op dat ogenblik inzichten wil hebben op basis van pure data-analyse, van hoe kan ik hier mijn scrap gaan verlagen. Een Milcobel die op basis van patroonerkenningen wil gaan kijken, jongens, hoe kan ik mijn optimale smaken in mijn kazen gaan realiseren. Dat zijn heel veel leuke voorbeelden van fantastisch mooie Belgische bedrijven, Vlaamse bedrijven, dat zeggen, jongens, we hebben hier inderdaad nog een etappe af te leggen. Maar die gaan inderdaad puur vanuit een visie, en opnieuw, we komen terug naar die visie, gaan we eigenlijk terug gaan doorpakken op wat zijn kleine behapbare elementen, kleine behapbare problematieken, die we eens een keer nu kunnen aftoetsen, experimenteel gewijs of in kleine innovatiehubs, om vandaar te gaan kijken van goed, we hebben hier een aantal dingen geleerd, hoe kunnen we die nu effectief breder gaan implementeren binnen onze organisatie. En ik denk het experimenteren en het co-innoveren is een zeer, zeer leuke dynamiek die we zien. Wat dat ons gewoon helpt bij heel veel klanten op dat ogenblik, het zaadje te planten en van daaruit met kleine stapjes al tenminste de trein op gang te trekken. Ja. Die lerende netwerken, die peer-to-peer werking, rollen wij ook uit. En ik vind dat wel een belangrijk. En sowieso durven bij de buren gaan kijken hoe dat zij het doen en daar ook durven uit leren. Ook openstaan voor kritische insteken die we vooruit gaan. En we hebben zo'n aantal voorbeelden uit het verleden ook, maar je ziet wel. Ik wil ook wel weer een brug maken, ook met de Factory of the Future, maar gewoon hoe dat de mentaliteit is. We zien bij Duracell bijvoorbeeld in het verleden, Stefan Goterberg was een believer van het eerste minuut. Die is overal gaan luisteren en gaan kijken. Die heeft al die veranderingen mee geïmplementeerd in zijn bedrijf. En enerzijds ook een succesvol bedrijf uitgerold. Anderzijds is Stefan nu met zijn, door zijn openheid, is hij nu ook binnen Europa in de lead van de transformaties. Maar gewoon al het durven openstaan, u betrekken in die netwerken, die peer-to-peer ervaring, leren van elkaar. Ik denk dat zelfs een laagschalige stap is, wat dat bedrijven, KMO's vooral, moeten durven mee aan de slag gaan. Ik ga een keer kijken bij de buren. En ik zie hoe dat zij doen en wat kan ik ervan leren. Ik denk toch een van de belangrijke boodschappen is dat we inderdaad moeten durven beginnen. Ik denk het concept of het principe van fail fast is toch echt iets wat we zeker in de markt moeten durven blijven zetten. Gewoon beginnen en jezelf fouten maken, maar ook daar tegelijkertijd gaan we heel veel uit leren. En dat zal je vooral toelaten om op dat ogenblik te blijven bewegen en te blijven vooruitgaan. Ik denk dat elke lesson learned op dat ogenblik, ook al is het een negatieve geweest of een negatieve ervaring, gewoon blijven gaan en blijven ontwikkelen. In kleine stapjes, niet direct met de grote trajecten beginnen. Zorg dat je impact hebt op ook al kleine trajecten. Ik denk dat daar heel veel waarde in zit. Ik denk als we kijken naar lichtende voorbeelden binnen het klantenbestand van Delaware, gaan we toch op een heel andere manier naar bedrijven kijken. En je ziet een aantal van de grotere spelers, een Alpro Danone bijvoorbeeld, die echt heel zwaar inzetten op het gebruik van data binnen hun productieapparaat, maar ook binnen hun sales- en marketingapparaat bijvoorbeeld, om daar beter met hun klanten te gaan interageren, betere segmentaties, betere producten te gaan ontwikkelen. Onder andere ook een championship land in Rotselaar, toch een heel, heel mooi voorbeeld daar. Maar ook even goed hier binnen het West-Vlaamse landschap bijvoorbeeld, als we kijken naar bedrijven zoals Roger & Roger, waar dat heel nadrukkelijk,
computervisie op de agenda staat, waar heel nadrukkelijk data-analyses op de agenda staat. Denk maar ook ter ondersteuning van technologieën zoals RoboVision, zoals DataStories, ook twee mooie Vlaamse bedrijven, die heel nadrukkelijk op die ondersteunende rol inzetten. Dan vind ik dat toch een aantal heel, heel mooie voorbeelden, dat we toch en innovatie en technologisch leiderschap mooi kunnen combineren in een productiesite en daar trots op mogen zijn, zeker en vast. Ja, en ik denk, heel veel van de voorbeelden die we hier nu hebben op tafel gebracht, gaan allemaal uit inderdaad van, we gaan daar bijkomende inzichten, bijkomende technologie aan toevoegen, maar maken dat nog altijd een onderdeel uit van. En wat ik denk dat het inderdaad de next step zou moeten zijn voor heel veel van die bedrijven, is dat ze een stukje moeten afgeraken van, het is een bijkomend element. Het is niet gewoon een prothese dat we er gaan bijzetten. Nee, het maakt integraal deel uit van heel de onderstroom, om het zo te zeggen. Dit is gewoon hoe dat wij werken. Met sowieso IoT als onderdeel ervan, met artificiële intelligentie als onderdeel ervan. Al die elementen maken daar gewoon deel van, die manier van werken. En dat zijn geen losstaande onderdelen. En dat is heel belangrijk, is dat dat meer als een normaal moet beschouwd worden, een nieuw normaal voor bedrijven. Ja. Ik denk dat die evolutie wel stilaan begint te komen. Ja, durf transformeren, durf verder kijken dan dat je vandaag bezig bent. Niet constant brandjes blussen, maar ook eerst nieuwe dingen. En ook daar ruimte en tijd voor vrijmaken dat je niet alleen maar brandjes moet blussen. Ja, absoluut. Ik denk dat die tijd en ruimte creëren om te innoveren, om inderdaad daar verder op door te pakken. We hebben het geluk van een aantal klanten in de watersector te hebben. De watergroep, Faris, allemaal organisaties overtuigd zijn van inderdaad ook hun rol binnen een ecologische realiteit. Ja, en wat zeggen die jongens, onder impuls in hun geval ook van een Blue Deal bijvoorbeeld, ja, zij moeten gaan innoveren. Zij kunnen op dat moment niet blijven stilzitten en hun net lek verliezen, hun water verliezen, blijven erkennen. Nee, ze moeten die effectief proactief gaan aanpakken. En dan zie je de toepassingen van die sensorgegevens, van die data-analyse, waar dat effectief die optimalisaties kunnen gebeuren. Zij doen het dan vanuit enigszins een overheidscontext dat ze binnen Blue Deal moeten toepassen. Maar je moet daar niet op wachten dat er heel veel bedrijfssectoren een mooie voorbeeld zijn die daar effectief zelf mee aan de slag gaan. Ja. Zonder dat er ergens een overheidscontext of een incentive moet bovenhangen. Mm-hmm. Aan de slag gaan met Industrie 4.0 en de transformaties is belangrijk. Maar belangrijker ook, of even belangrijk, is het inzetten op de competitiviteit door de overheid. De bedrijven mee ondersteunen, ons zorgen dat we investeringen kunnen aantrekken. Ik denk dat het ook belangrijk is om innovatiestroom te krijgen van buitenlandse bedrijven. Dat is mee belangrijk. En dan anderzijds de flankerende maatregelen. We hebben nu de relanceplannen in het kader van de coronacrisis. Dat die toch de nodige rekening houden met de technologie in het pakket. En anderzijds eenmaal dat de relancemaatregelen achter de rug zijn, dat men ook blijft inzetten op flankerende maatregelen ter begeleiding van de industrie.